Nu we een nieuw bestand hebben, kunnen we beginnen met tekenen. Animate is net als Illustrator een vectorprogramma, dus betekent ook dat als je iets hebt gemaakt, kan je het makkelijk vergroten en verkleinen. Het is misschien zelfs nog ietsjes intuïtiever dan Illustrator, omdat je makkelijker dingen in kan kleuren. En waar in Illustrator alle vormpjes aparte vormpjes blijven, kun je in Animate wat makkelijker tekenen dat dingen die elkaar overlappen ook echt wegvallen. Betekent ook dat je goed met je lagen moet werken. Nou, om te beginnen gaan we een achtergrondlaag maken en dat doen we ook slim om gelijk onze laag 1 of layer 1 achtergrond te noemen, zodat we later duidelijk zien wat in welke laag zit. De lagen, als je een nieuwe laag wil maken, is dat dat plusje. Net als in Illustrator of in Photoshop bijvoorbeeld. We gaan gewoon tekenen met een gewone kwast. En de kwast, je hebt hier de kleuren. En als je hier aan de rechterkant naar de eigenschappen of de properties gaat, dan kun je de kwast bijvoorbeeld groter maken, et cetera. Als je die nu niet kan vinden aan de rechterkant, kan je ook altijd naar venster en dan eigenschappen open of dichtklappen. Om te beginnen, dan moet ik hem even activeren. Oh, waarschijnlijk zit ik nu wit te tekenen. Ja. Gaan we eens even een ander kleurtje kiezen. Ik ga beginnen met iets van een soort van bergen of zo. Nou, wat je nu kan zien is dat je bijvoorbeeld de grootte van je penseel kan aanpassen. Je kan ook de vorm aanpassen, et cetera. Ik laat hem nu gewoon eventjes redelijk standaard staan. Nou, net als in Illustrator is het wel zo dat je een vorm moet sluiten. Dus ik kan nu deze onderkant niet opvullen. Ik heb hier wel een emmertje, maar hij ziet dit niet als een rand. Dit is wel wat je in beeld ziet, het wit, en dit is wat je buiten beeld ziet. Maar ik kan wel heel simpelweg eventjes een lijntje trekken. Het is een zwart lijntje, maar dat maakt me nu even niet zoveel uit. Omdat je het niet echt heel goed ziet, ik zal hem even een kleurtje geven. En met een beetje geluk heb ik nu alle randjes wel gevuld en kan ik nu wel het emmertje gebruiken. Dus dat werkt iets intuïtiever dan bijvoorbeeld Illustrator. Van mij mag je zelfs ook, als je het kwastje gebruikt, dat een beetje uit de losse pols doen. Dus wat je, en nu kan het waarschijnlijk ook met het emmertje. Ja, dus het emmertje werkt even iets fijner. En wat je ziet is, dit vormpje hoef ik niet dicht te maken, omdat hij al aan de andere stukjes berg al grenst. Ik zal het nog een keertje laten zien. Dus nu kan ik gewoon met het emmertje vullen. De lucht wil ik ook een kleurtje. Moet ik ook weer eventjes eerst zorgen dat hier lijntjes zijn. Dus nou, laat ik mijn lijntjes gelijk even blauw maken. En overigens, ik maak nu een soort van berglandschapje. Maar wat je maakt, dan ben je eigenlijk een beetje vrij in. Maar het is meer om een beetje te oefenen met dat tekenen, hoe dat gaat. En het emmertje. En op deze manier kun je dus makkelijk kleuren. Met het zwarte pijltje kan je dingen selecteren en eventueel weggooien. Maar wat je ziet is dat hij er wel echt een gat uit hapt. Dus anders, ik doe even Command-Z of Ctrl-Z. Anders dan Illustrator, waar vormpjes los van elkaar blijven, is het hier wel echt wat je weg hebt. Wat erachter zit, is ook echt weg. Ik kan hier wel een stukje van weggooien, gewoon met de backspace of delete. Maar dit valt toch buiten beeld, dus dat is niet zo belangrijk. Maar doe je iets verkeerd, dan moet je dus eigenlijk wel weer een stuk opnieuw doen, anders dan in Illustrator. Nou, als je denkt van nou, zo vind ik hem eigenlijk wel prima, dan mag je van mij deze laag ook echt gelijk op slot zetten, dus met het slotje, zodat je er niet straks per ongeluk iets van versleept.